In onze replay-projecten gaan we na hoe we professionals en ouders kunnen ondersteunen om meer speelkansen te creëren voor kinderen die ook een beetje risicovol zijn. Dus we kijken van wat doet het met hen als een kind een risico neemt en hoe kunnen we hen een beetje over de drempel helpen om kinderen meer risico's te laten aangaan. Risicovol spelen is spannend spelen, waarbij dat kinderen uitdaging en gelegenheid krijgen om hun eigen capaciteiten te testen en waarbij er een kans is op een fysiek letsel. Voorbeelden van risicovol spelen zijn in de hoogte gaan klimmen, snelheid maken met een fietsje of van een helling lopen of met opzet tegen elkaar aanlopen, bijvoorbeeld is spelen met impact. We hebben twee replay-projecten. Het eerste was Replay Toddler, dat onderzoek heeft gedaan naar risicovol spelen bij peuters in de kinderopvang. Het tweede onderzoeksproject is Replay 3-6, dat focust op risicovol spelen bij kleuters en hoe hun ouders en begeleiders daarmee omgaan. Voorzichtig. Tijdens onze projecten professionaliseren we onze deelnemers ook door echt op de werkvloer met hen interessante situaties rond risicovol spelen te bespreken en door de tools die we ontwikkelen zo te maken dat ze makkelijk tijdens de werkdag te gebruiken zijn. Risicovol spelen is voor heel veel dingen voordelig voor kinderen, maar het allerbelangrijkste is dat kinderen risicocompetent worden en daarmee bedoelen we dat ze zichzelf goed leren inschatten, wat kan ik, wat durf ik, en dat ze ook de risico's in de situatie goed leren te detecteren en daar goed mee leren omgaan. Kijk, mijn pieperpasta zou winnen. Oh. Wij hopen uiteraard dat er een vervolg komt op ons project, want we zijn zeker nog niet uitonderzocht over het thema. Het is zodanig boeiend dat we zoveel mogelijk onderzoek nog willen doen. Dus we zijn er klaar voor om nog verder te gaan met de projecten.